Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Ook in Azië. En waarom vertel ik dat? Omdat we hier staan aan de Admiraal Helfrichlaan. De Admiraal Helfrichlaan, de meeste mensen kennen hem wel, omdat dit de straat is waar lijn 7 de wijk in komt. Maar wie was nou eigenlijk Admiraal Helfrich? Konrad Helfrich werd geboren in 1886 in Semarang op Java, in wat toen nog Nederlands-Indië was, tegenwoordig Indonesië. En hij was een marineofficier. Hij werd in Nederland opgeleid, ging toen weer terug naar Nederlands-Indië, waar hij functies had, later weer in Nederland. En zo werd hij uiteindelijk bevelhebber van de zeestrijdkrachten in het oosten, oftewel voor Nederlands-Indië. En dat was vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Toen in Nederland de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken in mei 1940... hield hij zich bezig met de voorbereidingen voor de onvermijdelijke oorlog met Japan in Azië. En hij had al bedacht dat het met kleine acties zou moeten gebeuren, omdat vanwege de bezetting van Nederland was het niet mogelijk om een grote marine op te bouwen nog. Uiteindelijk op 7 december 1941 vielen de Japanners Pearl Harbor aan en toen was de oorlog in Azië een feit. Er werd vervolgens een legereenheid opgericht bestaande uit Britse, Australische, Amerikaanse en Nederlandse troepen. In eerste instantie werd Helfrich gepasseerd als bevelhebber van die eenheid, maar een paar maanden later werd hij dat alsnog. Op 10 januari 1942 vielen de Japanners daadwerkelijk Nederlands-Indië binnen en begon dus voor Nederland echt de oorlog. De kleinschalige acties waar Helfrich zich had op voorbereid, vooral met onderzeeërs, bleken zeer effectief, want er werden veel Japanse schepen vernietigd. En hij kreeg van de Amerikanen de bijnaam A Ship a Day Helfrich, oftewel een boot per dag Helfrich. Oftewel, hij joeg één boot per dag, volgens de Amerikanen dan, naar de bodem van de zee. Toch was de Japanse opmars werd bijna niet te stoppen. Er is nog wel geprobeerd met een grote marineeenheid om die te stoppen, maar de slag in de Javazee op 27 februari 1942 was, na een veelbelovend begin, liep dat uit op een nederlaag voor de geallieerde troepen en de vloot werd grotendeels tot zinken gebracht. En een Nederlandse bevelhebber van die vloot, schout bij nacht Karel Doorman, verloor daarbij het leven. Toen eenmaal de Japanners Indië bijna volledig hadden bezet, week Helfrich uit naar Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka, en hield zich daar bezig met de opbouw van de troepen. Maar goed, dat stelde niet zoveel voor, want Nederland was bezet en Nederlands-Indië was bezet. Het was meer een symbolische en administratieve functie. Uiteindelijk keerden de kansen van de geallieerden. En in 1945 werd Japan verslagen na de bommen op Hiroshima en Nagasaki. En op 2 september 1945 tekende Helfrich namens Nederland de Japanse overgave op het Amerikaanse slagschip de USS Missouri, waarmee een vredesverdrag met Japan werd gesloten. Na de vrede met Japan brak in Nederlands-Indië de onafhankelijkheidsstrijd uit. En Helfrich was een van de haviken. Hij was fel gekant tegen concessies aan Sukarno. Maar dat mocht uiteindelijk niet baten. En in 1949 werd Indonesië onafhankelijk. Tegenwoordig erkennen we de onafhankelijkheid trouwens op 1945. In 1948 ging Helfrich met pensioen. Hij heeft nog zijn memoires geschreven en in 1962 overleed hij in Den Haag. Maar Helfrich is dus de man die de Nederlandse marineinspanningen in het Verre Oosten rond de Eerste Wereldoorlog vorm heeft gegeven. En dat is ook de reden waarom er hier in Transwijk een straat naar hem is genoemd.